ook nog iets anders zien. Want in de eerste aflevering maken jullie kennis met elkaar. En dat zorgt ook onderling voor toch wel verhitte discussies. Bijvoorbeeld over, tussen jullie over jouw geaardheid. Ik denk dat het wel lastig wordt voor jou met jouw geaardheid om in de rift te zijn. Gewoon eerlijk in. Ga er niet omheen draaien. Nee, ja, maar ik weet niet wat een geaardheid met mijn bezoek aan het Rifgebergte te maken heeft. Nee, ik weet niet wat de standaard... Ik zou het bezoeken om... Ja, de historie, het gebouw. Als iemand bijvoorbeeld jou vraagt om je geaardheid, ga je dan zeggen, ja, ik ben homoseksueel, ga je dat zeggen dan? Of verberg je het dan? Als je nou ja, ik zou sowieso al, ja, ik weet niet echt goed wat dat ermee te maken heeft eigenlijk met het Rifgebergte nu op dit moment. Weet je, ik ben homo en dat, ja, ben ik alleen om het... Om er dan bij stil te staan en om het er dan over te hebben, ja, dat is gewoon wel iets anders. Ja. Is dit een struggle die we hier zien tussen religie en geaardheid? Of een struggle met hoe andere mensen je zien vanuit misschien zo'nzelfde religie? Ja, ik denk wel een combinatie van alle factoren. Omdat het vaak ook hand in hand samengaat bij ons. Cultuur, religie, traditie. Dus ja, dat is wel een mengelmoes, denk ik. Ja, maar dat is zeg maar ja, een gegeven. Ja. En dat kan ik niet zo omdraaien of anders maken. Maar dat is wel wat ik wil laten zien door mee te doen aan dit programma. Dat het wel bestaat en dat er daardoor wel dialogen in de huiskamers komen... om meer begrip hiervoor te krijgen en ook om meer kennis op te doen. Is dat gelukt in de groep al? Want we zijn, Tarik, jij botste er wel een beetje op, nou ja, als ik botsen, het goed gezien heb. Botsen, ja, weet je, ik beschermde ook Aziz daarin ook zeer. Ja. Want ja, in Nederland heb je natuurlijk ook van die hele, ja, hoe zal ik het zeggen... Ja. Buurten, zoals een dorpje en wat dan ook, die best wel... Staphorst. Ja, bijvoorbeeld. Ja. Nou ja, ik weet niet of jij daar openlijk kan zeggen dat je homoseksueel bent. Dus eigenlijk is die vraag ook gewoon... voor Nederlanders is dat ook een vraag die je kan stellen. Ja. Snap je? Dus, en natuurlijk in Marokko heb je heel veel diverse culturen, weet je. En ja. Ik denk ook eerlijk gezegd, kijk, wij zijn heel erg... Hoe zou ik het zeggen? Hoe noem je dat een mooi woord daarvoor? Dat je toch wel bij je principes blijft houden? Hoe noem je dat? Principieel conservatief. Ja, conservatief. Je moet, wat je, ja. Ja, dat moet ook wel gerespecteerd worden, natuurlijk. Ja, wel gerespecteerd, maar het moet wel kunnen. Want hoe hij is. Absoluut, jij zegt ook, als je het Rifgebergte, misschien moet je een beetje onder de radar dan blijven. Nou ja, onder de radar vind ik het niet. Maar ja, weet je, zoals ik al zei, een staphorst kan je ook niet bijvoorbeeld openlijk zeggen dat je homoseksueel bent. Nou, dat kan je wel zeggen, hoor. Ja, nou ja, we kunnen het proberen. We kunnen het proberen. Ja.